De Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen overstromingen. Maar is ook belangrijk voor natuur, economie en verkeer. Het iconische bouwwerk tussen Noord-Holland en Friesland kent vele verhalen. Van pioniers, harde werkers, bewoners en schippers. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Oh, oké. Ik zal het even doorgeven. Kom goed. Joe. Dit is het verhaal van Laura Vosterreiter. Zij is uitvoerder bij Van Oort. Al 3 jaar werkt ze mee aan de versterking van de afsluitdijk. Ik ben betrokken geweest bij verschillende projectonderdelen. En sinds september, oktober vorig jaar ben ik betrokken geweest bij de bouw van Keersluis Kornwerderzand. De hoogwaterkering bij Kornwerderzand beschermt de sluis tegen hoogwater en storm vanuit de Waddenzee. En wij maken een hoogwaterkerende constructie. Dat wordt een deur van een railbalk wat nog gemaakt moet worden. Je moet je voorstellen, die deur die zit dan zo meteen in die deurkast daar, waar je die grijze damwanden ziet. Wat er nu gebeurt, aan die kant wordt die kuip ontgraven. En aan deze kant is dat al gebeurd. En nu wordt het eigenlijk overgenomen door mijn collega's, die zich voornamelijk bezighouden met het betonwerk. Als uitvoerder dan moet je personeel aansturen, materialen en materieel inhuren en inkopen. Met onderaannemers contact mee onderhouden, voortgang bewaken, dagrapporten maken, zorgen dat de betalingen plaatsvinden. Maar misschien is het goed dat je even kennis gaat maken met Jan Willem. Want die zorgt eigenlijk voor al het lastwerk, in dit geval de stepdeuvels. Je hebt wel een technisch achtergrond nodig en wat inzicht om voornamelijk snel beslissingen te kunnen nemen en te kunnen schakelen op het moment dat er iets gebeurt. Om ervoor te zorgen dat je ook op tijd ingrijpt. Maar even serieus, hoe ging het eigenlijk? Dit ging goed, 4 mm. En als we kijken hoeveel ruimte we hadden op de vijzel, is hij ongeveer 2 centimeter gekomen. Dus dan nog wel binnen de marges. Nee, dat is gisteren al gecheckt. Gisteren hebben ze al geïnspecteerd, dat is allemaal goed. En qua toegang voor de duikers, dat is gisteren ook met Annette besproken. Nou, moet jij je meer bewijzen omdat je een vrouw bent? Nee, dat... misschien zijn er situaties waarin mensen wat meer misschien kat uit de boom kijken. Om een beetje te proeven van, heb je er verstand van, weet je waar je het over hebt en weet je wat we aan het doen zijn. Maar zodra ze merken dat ze bij je terecht kunnen met vragen, dat het allemaal geregeld is, dan komt het vertrouwen en respect vanzelf. En ik denk dat het misschien, ja, dat is met iedereen zo. Maar probeer eventjes hier en daar links en rechts wat weg te trekken. Gaan we het weg? Joe. Ik denk dat de beste manier is om het voor elkaar te krijgen. Is goed overleggen, goed voorbereiden. Samen eens zijn over wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. En dat je echt goed voorbereid begint aan een klus. Hoi! Huizen we jou verder? Je bent nog met die gaten bezig, of niet? Nee, gaten. Maar wat vind je nou het leukste aan je werk? Als er iets misgaat. Dat je het kan oplossen? Ja. Beslissingen nemen. Een stukje techniek daarachter. Uiteindelijk vooral het feit dat het allemaal zo in elkaar samengrijpt. En met elkaar samen kunnen werken, weer of geen weer. Dat maakt het vaak wel leuk. En het resultaat? Ik denk dat ik meestal niet het resultaat voor ogen heb, maar de weg er naartoe, dat maakt het bijzonder. De duidelijke communicatie en eerlijkheid, ik denk dat wel, dat duurt het langst. Nou, tot ziens!